Een paar uur geleden bereikte ons het bericht dat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, vanmorgen is opgepakt door de politie. Hij is daarbij ook in de boeien geslagen, alsof het een vuurgevaarlijke crimineel zou betreffen. Het is allemaal gefilmd door zijn vriendin, Dorien. En we zijn er hier bij Welsmets ontzettend van geschrokken. Natuurlijk in eerste plaats voor wat dit betekent voor Willem zelf en voor zijn vriendin. Maar ook voor wat het betekent voor de Nederlandse samenleving. Dat je, als je kritiek hebt op het overheidsverhaal, zomaar kunt worden opgepakt, gearresteerd en worden vastgezet. Vandaag heb ik het erover met Jeroen Pols en Frank Sademan, beide juristen.